Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik weer een shopvlogje doen. Ik ben weer bij Lidl geweest en ik heb een heleboel spullen gehaald. Dit is voor net geen week, want we zouden gisteren asperges eten, maar we zijn spontaan uit eten gegaan. Dus dat eten we dan vanavond. Er zit niks voor jou bij op body? Nee. Ik krijg toch geen eten? Je hebt een snikje gehad. Oh, je moet wel eten. Oh, vergeet ik nou helemaal jouw eten. Ga ik eerst nou mijn boodschapjes filmen voordat ik jouw eten ga klaarmaken. Ik ga eerst jouw eten klaarmaken. Pinky promise, oké? Met het doen van de boodschap hou ik altijd een beetje rekening met wie er allemaal komt die week. Vandaag en morgen eten we met z'n tweeën, 2 volwassenen. Dan woensdag en donderdag en zondag eten we met 2 volwassenen en 2 kinderen. En vrijdag en zaterdag eten we met 2 volwassenen en 4 kinderen. En op zaterdag eten we altijd friet en snacks. Dus dat heb ik niet gehaald, dat ik nog genoeg in de vriezer liggen. Dus dan heb je een beetje een idee hoeveel eten ik nodig heb ongeveer. We beginnen een beetje in de slechtere hoek, zoute sticks. Is een snackje dat we allemaal heel erg lekker vinden. Blijkbaar word ik ook een dagje ouder, want ik dacht dus dat ik geen pakjes al had gepakt. Deze staan namelijk in het koelvak van de Lidl. Het zijn 4 van die knijpzakjes fruit die ik 5 kilometer meegeven naar school. Maar ik had blijkbaar vooraan ook al bij de babyafdeling al 4 meegenomen. Met geen idee, ik heb nu 2 naar school gaande kinderen, dus dit zijn dan technisch gezien maar 4 dagen. Dus het komt wel op. Deze kunnen ze ook meenemen. Dit zijn er nu 3. Het staat 3 op, maar het was altijd een pak van 6. Nou ja, anyway. Kaasdippers. Ook voor mij naar school. Ik heb 2 pakken lasagne aan het eten op vrijdag als er 2 volwassenen en 4 kinderen zijn. Dus dat zal dan wel voldoende moeten zijn ongeveer plus minus. Chocolade croissantjes ook voor naar school of een tussendoortje of zo. Niet voor mij, maar voor de kinderen. Deze zijn wel voor mij. Als je ooit bij de Lidl boodschappen doet. Deze zijn echt super lekker. Ze hebben ze ook met havermout en rozijn of zo, denk ik. En ze zijn voor 25 gram. Dat is echt. Dat is dus 5. Ik geloof dat het ook echt 5 van die thin dingen zijn. Ja, want ze zijn zo dun. Maar voor 5. 25 gram. Maar voor 25 gram is het dus 123 calorieën. Dus dat valt echt wel mee. Het is wel hoog in koolhydraten. Dus als je echt keto eet, dan misschien niet. Maar. Zomaar als een snotje. Of als je zomaar een chocoladekrevingetje hebt, is deze echt wel heel lekker. En dan hebben we wat chocoladerepen. Want wij eten graag chocola na ons avondeten. Dus heb ik er nu 3 van. Kunnen we met z'n allen delen. Kunnen we er eigenlijk ook een hele week mee doen. Want we nemen allemaal een klein stukje. Kinderen zo. Of anders nemen ze iets anders. En wij nemen dat na de koffie. Of met de koffie. Pakjes drinken voor de kinderen. Siroop voor de kinderen. Dip. Ik gebruik dat zelf. Dip is friet zelfs bij ons. Bij de friet. Bij de salade. Bij de vlees, noem het maar op. We hebben een keer melk nodig, want we eten witlof met gehakt. Een keertje hebben we melk nodig voor dat overschoteltje. Ik heb wat scare toetjes, dat is meer tussendoortje voor mezelf. Kan je een beetje proteïne rijk, kan je extra proteïne bij doen eventueel. Makkelijk mee te nemen, gezond. Dit zijn ook mijn tussendoortjes, mini salami snacks. Eventueel zou die kinderen die ook mee kunnen nemen. Want het is alleen maar vet en alleen maar eiwit. En een heel klein beetje koolhydraten. Dit is trouwens voor het hele zakje, 100 gram. Dus prima macro's. Dan hebben we nog vleeswaren. Ik heb voor mezelf streaky bacon. Dat is ook wel tussendoortje slash als ik er met eieren eet of wat dan ook. En dan voor de kinderen beleg. 2 keer grillworst met kaas en 2 keer salami. Hier heeft nog boterhamworst, dat moet goed komen. Kaasblokjes ook voor tussendoortje voor degene die dat wil. Aardappelschijfjes, die horen bij mijn witlof, schotel. We eten een keertje kip curry. Dus dan hebben we dan Chinese roerbakgroenten bij. Op zondag doe ik meestal wat uit de diepvries of iets met soep of zo. En nu eten we de spinazie met. Waar is dat dan? Oh, hier, pangasiusfilet. En aardappels. De aardappels heb ik nog gewoon. En dit kan gewoon in de vriezer. En dat hoef ik zondag pas uit te halen, dus dat blijft ook wel vers. Keukenrol, want dat, soms heb je dat nodig. We gaan een keer risotto eten. Risotto rijst heb ik nog. En dan eten we dan met garnalen en met een courgette. Ik heb een komkommer voor mijn salades. Kip heb ik nog liggen, kip in blik voor die mijn salades. Druiven meenemen, fruitsnackje. Blauwe bes, hetzelfde verhaal. Kan ik eventueel met mijn yoghurtjes. Mijn kinderen kunnen het mee naar school nemen. Het is een tussendoortje, dat is de mandarijnen. Paprikaatjes, want ik heb nog hummus staan, dus dan kan ik lekker dippen. Heeft ook met een beetje komkommer, ook voor in mijn salade. De gehakt is voor de witlofschotel, de kip is voor de kip curry. De tonijn is voor mijn
salade. Nou, de bagages heb ik uitgelegd. En zo hebben we dus een hele week gevuld. Dus voor een hele week, zoals ze zegt, vanavond eten we asperges. Morgen eten we de garnalenrisotto. Woensdag eten we de kip curry. Kip met de gewokte groenten. Het zakje heb ik nog. Dan eten we op donderdag de witlofsalade. Dan eten we vrijdag de lasagne. Eten we zaterdag friet en eten we zondag de pangasjesfilet. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Wil je nou weten welke avondmaaltjes we nou precies ook weer hadden? Kijk dan even in de omschrijving. Daar zet ik het allemaal netjes neer. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En geef deze video een duimpje omhoog als je meer shoplogjes wilt zien voor de boodschapjes. En dan zie ik jullie in de volgende video.